Mijn naam is Als van Poeken. Ik ben psycholoog bij het Oncologisch Begeleidingsteam. En in deze infosessie willen we stilstaan bij aandachts- en concentratieproblemen. Deze infosessie bestaat uit drie luiken. We beschrijven wat aandacht en concentratie is. Wat de kenmerken en gevolgen zijn van aandachts- en concentratieproblemen. En tenslotte geven we ook enkele tips. Bekijken we dus wat helpend kan zijn. Even nog iets praktisch. Deze infosessie duurt ongeveer een kwartier en u kan deze op elk moment pauzeren, hernemen of opnieuw bekijken. Zodra de presentatie is afgelopen, kan u ook nog een andere infosessie bekijken. En indien u nadien nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op met het oncologisch begeleidingsteam. Aandacht en concentratie, dat is eigenlijk wel best een ruim begrip. En zoals u hier kunt merken, is aandacht eigenlijk een verzamelterm. Er zijn immers verschillende soorten aandacht. Om informatie te verwerken, dingen waar te nemen, te denken, te doen, te leren, moeten we onze aandacht richten. Ons niet laten afleiden door andere prikkels. Voortdurend en meestal ook onbewust bepalen we welke prikkels we belangrijk vinden en welke niet. We filteren constant en actief, storen de invloeden weg, waardoor we onze aandacht kunnen richten. Dat is onze focus met andere woorden. Dat is de gerichte, selectieve aandacht. En naast het richten van onze aandacht, moeten we onze aandacht ook kunnen verplaatsen. Zo kunnen we ons immers aanpassen aan nieuwe situaties of problemen. Bovendien verdelen we onze aandacht. Tegelijk over verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld het praten tijdens een wandeling. Dat is verdeelde aandacht. Volgehouden aandacht dan weer, dat is de duur waarmee men de aandacht kan richten op een taak. En vooral bij saaie, weinig uitdagende taken wordt dit wel eens op de proef gesteld. Uh, en hier moeten we onszelf bewust sturen om vol te houden. Het is trouwens niet verwonderlijk dat heel wat mensen aandachtsproblemen rapporteren. Aandacht geven dat vraagt namelijk veel van je hersenen. Verschillende delen van het brein zijn actief en moeten ook samenwerken. Als gevolg van een hersenaandoening kan er iets mis zijn in een van die gebieden of in de verbindingen tussen die gebieden, waardoor je problemen kunt ondervinden met de aandacht. De donkergekleurde Zone linksboven, daar situeert zich de gerichte aandacht. Rechtsboven op de afbeelding bevinden zich de frontale hersenkwabben, onze controletoren, zo noemen we die ook wel, en die zijn verantwoordelijk voor het sturen en volhouden van onze aandacht. Maar ook dieper gelegen gebieden dragen bij aan wat we aandacht en alertheid noemen. De thalamus, bijvoorbeeld, die is betrokken bij het schakelen, bij het verdelen van de aandacht. Aandachts- en concentratieproblemen zijn een veelgenoemde klacht bij patiënten en worden ook heel vaak gerapporteerd door de directe omgeving. Het is immers een klacht met een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven. En op deze slide zie je een vijftal kenmerken van wat. Uh, aandachtsproblemen beschrijven. Bij de meeste handelingen doen we heel wat zaken tegelijk. Bijvoorbeeld, tijdens het autorijden moeten we niet alleen de snelheid bewaken, maar ook signalisatie opmerken en verwerken, het verkeer inschatten en hierop anticiperen, de route volgen en ondertussen storende prikkels wegfilteren. Moeilijk de aandacht kunnen verdelen, dat is dan ook een veel uh, gehoorde klacht. En dit heeft te maken met soms subtiele vertragingen in denkprocessen. Dit heeft tot gevolg dat het verleggen van die focus ook vertraagd wordt. En bovendien is het ook moeilijker om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Alles wordt precies even belangrijk, waardoor men zich overprikkeld voelt. En tenslotte. Een laatste kenmerk is dat men sneller is afgeleid. Er ontstaat als het ware een file in je hoofd. Voor de meeste van onze handelingen en activiteiten geldt dat ze geautomatiseerd zijn. Dat wil zeggen we denken er niet meer bewust bij na. Bijvoorbeeld fietsen en autorijden, um, maar ook bij het rappen lopen, daar denk je best niet bij na. Voor alles wat we leren gebeurt dit eigenlijk eerst gecontroleerd en heel bewust. Om naarmate we het meer doen, uh, dit meer en meer automatisch te gaan doen. Het gaat bij wijze van spreken door het te herhalen, meer en meer vanzelf. En dat zie je heel uitgesproken bij jonge kinderen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan lezen en schrijven. Als gevolg van een hersenletsel is het zo dat datgene wat vroeger geautomatiseerd verliep, nu niet meer vanzelf loopt. Men moet met andere woorden weer heel bewust met bepaalde handelingen bezig zijn. En dat kost veel energie, waardoor men ook sneller vermoeid geraakt en er de beleving is dat men met een vol hoofd zit. Bovendien is het zo dat voor quasi alle activiteiten er ook een volgehouden aandacht noodzakelijk is. Men moet met andere woorden weerstand kunnen bieden aan afleiding. En vooral in het beroepsleven vragen die aandacht, uh, of zorgen die aandacht en concentratieproblemen voor beperkingen. In veel jobs is het namelijk zo dat er een constante afleiding is en regelmatige onderbrekingen. Ik denk bijvoorbeeld een rinkelende telefoon, een gesprek op de achtergrond, uh, een collega die u iets komt vragen, zijn allemaal storende prikkels. Het ervaren van het aandachtsprobleem verschilt ook van niet alleen van persoon tot persoon, maar ook van situatie tot situatie waarin men verkeert. Bijvoorbeeld thuis of tijdens ontspannende activiteiten, ervaart men vaak minder moeite met die concentratie en is het bij gevolg ook minder belastend dan bijvoorbeeld in een werksituatie. Bovendien is het zo dat mentale arbeid meer concentratie vergt dan handenarbeid. Mentale arbeid wordt dan ook. Vaak als veel vermoeiender ervaren, terwijl men eigenlijk fysiek niets onderneemt. Hoe om te gaan met die aandachts- en concentratieproblemen? Ja, dat zullen we nu behandelen in de volgende tips. Deze tips gelden zowel voor de persoon in kwestie, maar ook voor de onmiddellijke omgeving. Er is meer tijd nodig om informatie te verwerken, dus de tip is hier, pas het tempo aan. Dat komt er eigenlijk op neer om te vertragen. En zeker proberen te vermijden van onder tijdsdruk te gaan werken. Of te moeten werken. Hierbij kan het ook helpen om informatie op te delen in kleinere stukken. Of om opdrachten op te splitsen in deeltaken. En taak na taak af te werken. Eerder dan alles tegelijk te willen doen. Om de aandacht krachtig te houden is het goed om prikkels te beperken, door bijvoorbeeld een prikkelarme omgeving te creëren. Tips voor die omgeving kunnen zijn, voor de omgeving daarmee bedoel ik dan de naasten, is het nadrukkelijk aandacht vragen van de persoon in kwestie. Bijvoorbeeld aanspreken met de voornaam en aankondigen dat er informatie volgt. Ik zeg bijvoorbeeld. Evi, ik heb iets belangrijks met jou te bespreken, dus het is van belang dat je aandachtig luistert. Bij het geven van een opdracht of informatie is het goed om dit regelmatig te herhalen en die herhaling ook in dezelfde te doen, volgorde te doen. En probeer ook niet af te wijken van de essentie. Aandacht kan versterkt worden. Maak bijvoorbeeld regelmatig puzzels, woordzoekers, kruiswoordraadsels, sudoku's, maar ook computerspelletjes waarbij je goed moet opletten, zijn eigenlijk een aangename en eenvoudige manier om aandacht te versterken. Beeldvorming toont dat dergelijke oefeningen vooral de frontale hersenkwabben sterker betrekken. Dat zijn dat is dat deel van de hersenen, zoals u zich nog herinnert, die eigenlijk de aandacht sturen en zorgen dat de aandacht volgehouden wordt. Ook ondersteunende communicatie kan hierin zinvol zijn. Bijvoorbeeld het hard oplezen of op regelmatige tijdstippen jezelf afvragen: wat ben ik aan het doen? Wat eet ik? En wat wil ik straks gaan doen? Of wat moet er nog gebeuren? Of vraag aan anderen om je hierbij te helpen. Vraag bijvoorbeeld aan je partner of collega om je regelmatig de vraag te stellen: ben je nog gefocust? Of wat ben je aan het doen nu? Of wat wil je nog gaan doen? Dit zorgt dat je gedachten extra helder worden gemaakt. Maar geef ook je grenzen aan. Vertel aan anderen wanneer je merkt dat je de focus verliest. En tenslotte, maak een planning. Uh, van wat je wil gaan doen. Probeer te bepalen wanneer je het best kunt focussen. En plan de belangrijke dan, dingen dan ook op die momenten. Bewegen is niet alleen goed voor onze spieren, voor ons hart, kortom voor ons lichaam, natuurlijk. Dat is zeker van belang. Maar het is ook voor onze hersenen van belang. En ook voor alle functies die onze hersenen vervullen. Veel onderzoek is daar rond nog niet gebeurd, maar de richtlijnen rond bewegen zijn: eensluitend, dagelijks ongeveer 20 à 30 minuten aan een stuk matig intensief bewegen. En dat komt ongeveer overeen met is goed doorwandelen, waarbij de ademhaling lichtjes versnelt. Best ook om dit geleidelijk aan op te bouwen. Uh, een tijd dagelijks 10 minuten. Dat opbouwen tot een kwartiertje en zo gaan tot een half uurtje per dag. Dat liefst in een omgeving waarin je een bepaalde mentale inspanning moet doen. Dus als je de keuze hebt tussen de loopband op de zolder of een wandeling in de buitenlucht, dan verdient de buitenlucht wel degelijk de voorkeur. Immers, daar zijn er voldoende, maar ook niet te veel. Prikkels aanwezig waar je rekening mee dient te houden. Dus het is ook een vorm van aandachtstraining. Bovendien is het regelmatig bewegen een goede buffer tegen vermoeidheid. Onderzoek rond de effecten van mindfulness en meditatie laat zien dat, uh, dat er ook in de hersenen veranderingen uh, zich voltrekken. Opnieuw wint hier de frontale cortex het aan kracht en invloed. Maar naast inspanning moet er ook ruimte zijn voor bewust ontspannen. Zoals alles in het leven is het belangrijk om een evenwicht na te streven, niet te veel belasting, maar ook niet te weinig. En hiervoor verwijzen we graag naar de infosessie over vermoeidheid. Uiteraard is het ook zoeken en aftasten en is het goed om hierover in gesprek te gaan met mensen uit uw directe omgeving. En hier sluit ik deze infosessie af. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dank u wel.